columnist Femke Boot schreef van de week in de Volkskrant dat het nu wel eens klaar mag zijn met de online haatberichten en doodsbedreigingen aan haar adres. Twitter, Facebook, al die comments, het is allemaal zo ontzettend naar. Waarom kunnen wij niet gewoon vriendelijk van mening verschillen? Je had het boek kunnen noemen. Ja, we weten nog niet eens wat het boek is. Omdat jij nog niks hebt ingeleverd. Nu, er moet wel een beetje reuring om jouw boek gaan ontstaan, ja? Reuring? Ja, reuring, ja. Maar volgende week, eerste deel mijn mailbox, oké? Okay? Niet de comments lezen. Nee. Ik stel voor dat wij deze mevrouw kutvurst op een strandpaal spietsen. Leuke uitdrukking. Kut first. Dankjewel. Ja? Daar heb ik best even over nagedacht. Reuring. Heb je weer op Twitter gezeten? Niet doen. Ik moet gewoon even mijn hoofd leegmaken. Ik heb ook wel een uitlaatklep, hoor. Wat dan? Zijn. Waarom kunnen wij niet gewoon vriendelijk van mening verschillen? Je hebt de verkeerde kuthoer genoemd. Wat het ook is. Ik kan het vertellen.